Jurjan Wouda is in de winterstop als derde doelman naar RKC gekomen. De 22-jarige Wouda kwam over van FC Emmen en heeft al veel geleerd van zijn collega-keepers in Waalwijk. Goed, hartstikke leuk. Zijn twee toch al ervaren keepers, hè? Arjan en Jan. En ik kan veel van hun leren en ook van de keeperstrainer Ed de Goeie. Dus ja, dat bevalt me heel goed, absoluut. Hoe is dat voor jou met iemand te werken, ja, die ook Nederlands elftal heeft staan met Ed de Goeie, om ja, van hem dingen dagelijks op te pikken? Ja, wat je zegt, je kan heel veel dingen van hem oppikken. Hij heeft zoveel verstand van het keepers vaak. Dus ja, dat werkt heel goed van beide kanten ook. En ja, je leert heel veel van zo'n iemand met zo'n staat van dienst al. Even over jou als keeper, wat voor soort keeper ben je? Ah, ik ben een keeper uit de Nederlandse school, dus dat betekent dat ik van voetballen hou, meevoetballen. Ik moet af en toe nog kiezen van oké, nou moet die bal gewoon weg en geen risico. Daar hou ik van, lekker meevoetballen. Ballen pakken is natuurlijk het belangrijkste. En ja, een keeper die toch wel de leiding neemt vanuit achterin, de laatste vier. Probeert leiding te geven en daarmee veel bezig is. Wat is jouw doel voor de rest van dit seizoen hier bij RKC? Nou ja, mijn doel is om hier een nog betere keeper te gaan worden. Hè? En de middelen zijn ervoor. Wedstrijden die ik in de belofte mag en kan spelen. Met beide handen aangrijpen en proberen het beste daar eruit te halen in die wedstrijden. En verder veel trainen met de eerste selectie. En dan zien we aan het einde van het jaar wel wat er gaat gebeuren.